Het ongeluk gebeurde rond 4 uur vanmorgen. De twee meisjes van 16 en 19 jaar oud werden door een auto aangereden. Ze overleden ter plaatse aan hun verwondingen. De dader pleegde vluchtmisdrijf. 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 Vluchtmisdrijf plegen na een verkeersongeval is dagelijkse kost. Een erg zorgwekkende trend. Meestal gaat het maar om wat blikschade, maar soms zijn de gevolgen echt dramatisch. Hoe dan ook, doorrijden na een ongeval om je te onttrekken aan de vaststellingen is een bijzonder laakbare daad die dan ook hard wordt aangepakt. Toch gebeurt het, jammer genoeg, met regelmaat van de klok. Terwijl zij die vluchten nu net het verschil kunnen maken. Soms zelfs tussen leven en dood. Willy Kerremans verloor in 2003 zijn zoon Bart. Bart stierf na een ongeval waarbij de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde. De dader werd nooit gevonden. 'S Morgens 9:15, toen ging de bel en er stond een agent. Mijn eerste gedachte was, ja, wat heeft hem uitgespookt? Maar mijn echtgenote die had de boodschap al begrepen. Als we opgeroepen worden voor een zwaar verkeersongeval of in het ergste geval een dodelijk verkeersongeval, dat doet wel iets met ons. Dus als we dan ter plaatse komen, dan weten we ook onmiddellijk dat we het slecht nieuws gaan moeten melden aan de nabestaanden. Voor mij persoonlijk neem ik weinig tot geen zaken mee naar huis, maar zo'n geval, dus een dodelijk verkeersongeval met vluchtmisdrijf, als er dan geen sporen zijn of minieme sporen, dat blijft wel hangen. Ja. De wagen is doorgereden, is teruggekomen, is gestopt naast het lichaam van Bart en is toen gevlucht. Als we natuurlijk zien dat een van de partijen niet meer aanwezig is, maakt het nog des te erger. Voor mij is dat dan eigenlijk een slecht nieuwsmelding op een slecht nieuwsmelding. Dus we moeten eerst gaan zeggen dat een van hun geliefden overleden is. Eenmaal dat dat doorgedrongen is bij die mensen, komt onmiddellijk de vraag hoe is het gebeurd, waar is het gebeurd, wie was de aanrijder. En als we daar niet onmiddellijk kunnen op antwoorden, dat is wel frustrerend, ook voor ons. Wij zitten nog altijd met de vragen van wie heeft dat gedaan, waarom, waartoe heeft dat geleid dat die man onze Bart heeft aangereden, waarom is hij gevlucht en wat heeft hij trachten te verstoppen door te vluchten. Ja, misschien is het een shock, maar ik kan niet voorstellen dat iemand aanrijdt, dat je dat merkt en dat je dan doorrijdt. Dat kan ik me echt niet voorstellen. Een beetje egoïstisch, dus, eigenlijk. Ja. Dat ze meer denken aan zichzelf in plaats van het slachtoffer. Ja, ja. Ik denk dat veel mensen zo een ongeval veroorzaken, dan in paniek geraken en doorrijden, maar dan daarna dan hun frang wel valt. Allee, dat hoop ik dan. Als ze echt wegrijden, niks van zich laat weten, vind ik schandalig. Voor die nabestaanden is dat verschrikkelijk. Dat je niet weet wat er gebeurd is, dat vind ik verschrikkelijk. Ik kan ook niet begrijpen dat die persoon daarmee kan leven, maar die zal daar niet mee kunnen leven. Ik kan alleen maar aanraden van wanneer je toch in paniek bent verder gereden, om dan zo snel als mogelijk terug naar de plaats van het ongeval te keren. Omdat wij als rechter daar qua bestraffing gaan rekening mee houden. Wanneer je onmiddellijk terugkeert, heb je vluchtmisdrijf gepleegd, maar zullen we het anders bekijken dan wanneer je naar huis gereden bent, je auto naar de garage hebt gedaan, om die eventueel te laten herstellen en zo alle sporen te wissen. Voor ongevallen met stoffelijke schade, ook daar staan gevangenisstraffen op. De minimum gevangenisstraf is 15 dagen, maximum 6 maanden. We zijn niet verplicht om dat uit te spreken, maar de minimumgeldboete is 1200 euro, maximum 12.000 euro en we kunnen ook een rijverbod opleggen. Voor vluchtmisdrijf met dodelijke afloop of met gewonden is de minimum gevangenisstraf eveneens 15 dagen, maximum riskeer je 2 jaar. De minimumgeldboete is 2400 euro, maximum 30.000 euro en je krijgt meteen een rijverbod van minstens 3 maanden, maximum 5 jaar of zelfs definitief. En je moet je theoretisch rijexamen opnieuw doen, het praktisch rijexamen en psychologische testen afleggen. Vluchten na een ongeval is op geen enkele manier te rechtvaardigen en is echt het laatste wat je moet doen. Hoe banaal een ongeval ook mag zijn, vluchtmisdrijf plegen kan je zeer duur te staan komen. Je ontloopt dan immers je verantwoordelijkheid. Erger nog, je laat je medemens in de steek. Hoe miniem of hoe zwaar de gevolgen ook mogen zijn, stop steeds na een ongeval. Want je kan overal van vluchten, maar niet van je geweten. Nu, het allerbelangrijkste is en blijft met z'n allen zonder ongevallen. Je kan deze en vorige uitzendingen opnieuw bekijken op de website van de Federale Politie.